Ik ben Donela Delporte, ik ben 24 jaar en afkomstig uit Wevelgem. Mijn hobby's zijn eigenlijk disco dansen en competitie en muziek. En fotografie eigenlijk ook een beetje. Ik ben zeefdrukker in de grafische sector. Dus is eigenlijk allemaal alles van drukwerk dat eigenlijk niet op papier is. Dus meestal het technisch gebeuren. Dus ik ben effectief aan de grafische machine. Dus eigenlijk meer een mannenjob. Dus ik zit in een discoteam van Duurzaan Kortrijk. En de eerste 2 jaar hebben we dus Vlaams kampioenschap gewonnen, Belgisch kampioenschap en de beker van België. Dus dat is discoformaties. Ja, wij kunnen soms van die halsbrekende toeren doen. Voor het lichaam is het soms niet altijd gemakkelijk. Dan is het de bedoeling dat we eigenlijk doorgroeien om naar het EK en WK te gaan. En vorig jaar was het in Duitsland. Dat kan ook aan de andere kant van de wereld zijn. We proberen dan ook sponsors te vinden natuurlijk voor de reis, voor de bus en zo, voor de kostuums. Want de kostuums kosten natuurlijk ook enorm veel geld. Dus mijn andere hobby's zijn muziek sowieso. Dus daarom dat ook veel mensen mij Do noemen. Ik heb lang gitaar gespeeld. Ik heb ook heel lang zang gevolgd. In verschillende koren gezeten. Ook een bandje gehad en zo. Om zo het publiek kunnen meesleuren op een podium staan. Dus een podiumvrees heb ik totaal niet. Kunnen zingen en dat achteraf mensen zeggen van... Wauw, dat was echt kippenvel en zo. En dat is natuurlijk wel een heel aangenaam gevoel. Fotografie. Een paar jaar geleden had ik besloten eigenlijk om studies te doen in fotografie. En nu ja, probeer ik mij wel te specialiseren tot sportfotografie. En zo graag nog later nog modelfotografie doen. Sport is een verschillende sporten eigenlijk. Dus discodans, wanneer dat ik zelf niet moet gaan dansen. Of dan de hip-hop-wedstrijden dan. Veel rallysport, dus de autowereld eigenlijk. Motocross heb ik ook nog niet zo lang geleden gedaan. Voetbal eigenlijk van allerhande. Dus vorig jaar had ik de uitleg gezien van Miss Présence dat ze nieuwe kandidaten zochten. Ik had dan de uitleg zo'n beetje bekeken en had iets van dat past eigenlijk perfect bij mij. Toch had ik iets van dat is echt wel iets voor mij. Ik kan dan waarschijnlijk wel meer mijzelf zijn. En dat had ik ook eigenlijk nodig, iets waar ik zelf kon groeien, maar ook nog altijd mezelf kon blijven. Het feit dat we anders mochten zijn dan de gewone missen, dat we niet altijd stijlvol, klassevol en zo moesten zijn. We mogen iets extravaganter zijn, we mogen een beetje zo die diva naar boven laten komen en zo. Het was wel een zeer zware periode, we hebben enorm veel moeten doen. Veel bijgeleerd natuurlijk ook. Mijn beste kanten, oei oei oei. Ik weet niet of dat een beste kant is, voor velen wel, voor velen niet. Maar ik ben iemand die heel oprecht is, die altijd zegt wat ze denkt. We weten ook wel, in de miswereld, je moet altijd blijven lachen, ook al gaat het niet. Ja, ik vind nog altijd eerlijkheid, met eerlijkheid gaat je het best. En voor mij is dat natuurlijk nog altijd het belangrijkste. Oh. Iets sowieso dat ik altijd heb willen doen, is eigenlijk een groot evenement organiseren voor eigenlijk een paar organisaties eigenlijk. Een wetsovertreding, wanneer?